Dames en heren, verschrikkelijk nieuws voor deze jongens. Dames en heren, verschrikkelijk nieuws. En dus voor ons allemaal. Afgelopen woensdag is er iets gebeurd. Een ramp waardoor onze hele voedselvoorziening kan instorten. En jullie weten weer eens van niks. Wat is er aan de hand? Nederland is een zaadland. Nederlandse kwekers zijn al decennia lang de beste groenteveredelaars ter wereld. 35% van het groentezaad komt uit ons land. Meer dan een derde van alle groentezaden ter wereld komt uit Nederland. Ons enige nog succesvollere exportproduct is een groep minderjarige DJ's die de hele wereld veroveren met dezelfde dance track. Lekker nummertje, alle DJ's. Maar goed, waar zaten we? Oh ja, zaad. Nou, waar zijn we dan precies zo goed in? Zaadveredelaars gebruiken elkaars zaden om nieuwe, betere rassen te kweken, die bijvoorbeeld ongevoelig zijn voor bepaalde ziektes. En dat mag, zolang het oorspronkelijke ras maar niet exact wordt gekopieerd. Nederland is wat dat betreft net als de Zondag met Lubach-redactie. Je mag elkaars zaad gebruiken wanneer en hoe je maar wilt. In de land- en tuinbouw heet dat kwekersrecht. Hoe werkt dat? Nou, stel, ik heb een goede paprika ontwikkeld en iemand anders heeft ook een goede paprika ontwikkeld. Dan mag ik het zaad van zijn paprika gebruiken om de mijne nog beter te maken. En hij die van mij ook. En zo worden de paprika's beter en beter en beter. Zo werkt kwekersrecht in Europa. En voor Nederland is dat cruciaal. Dankzij dat kruisen en doorontwikkelen worden groentes diverser en gezonder. Dit is Ben Tax. De directeur... Oh, wacht, ik ben te vroeg met die tomaat. Wacht even. Dit is Ben Tax, de directeur van het grootste zaadbedrijf van Nederland, Rijkswaan. En die is ook blij met het kwekersrecht. Deze tomaat die was 20 jaar geleden heel anders. Nu zijn er veel meer eigenschappen ingebracht die weerstand bieden tegen ziekten en plagen. Dit is de tomaat van Ben Tax. Dankzij het kwekersrecht is die in 20 jaar doorontwikkeld tot een betere en gezondere tomaat. Ik ben dus super doorontwikkeld. Ik heb na mijn kweken een jaartje in het buitenland gezeten. Universiteit van Bologna. Als je in Italië trouwens na 10 uur 's ochtends nog een cappuccino bestelt, lach je gewoon keihard uit. Oké, tomaat. Oké. Ik ga je even stoppen, tomaat. So far, so good. Maar, dames en heren, ons mooie, cruciale kwekersrecht ligt onder vuur! Wie had dit bedacht? Oké. Kijk maar. Met zaad valt veel geld te verdienen. En dus vragen grote multinationals nu in toenemende mate patent aan op nieuwe rassen. Patent op rassen. Dan ben je dus eigenaar van iets wat leeft. Bij mensenhandel is dat niet zo erg, maar bij broccoli is dat natuurlijk een fucking eng idee. Waarom? Nou, met gepatenteerde groentes mag je niet verder kweken. Met patenten kil je dus het kwekersrecht. Dan wil ik mijn paprika kruisen met die van iemand anders. Maar die zegt, nee, dat mag niet, want op die van mij zit patent. En dan kan ik mijn paprika niet verbeteren. En daar stopt dus dan de vooruitgang van de groente. En dat patenteren van die groente is al een tijdje aan de gang. Over paprika's gesproken. 1,5 jaar geleden heeft het Zwitserse zaadbedrijf Syngenta een paprika ontwikkeld die resistent is tegen een parasiet, de witte vlieg. Of, zoals Sunny Bergman hem noemt, vlieg. Heel fijn. Maar die paprika heeft Syngenta gepatenteerd. En dus mag geen enkel ander bedrijf nog een paprika maken die resistent is tegen witte vlieg. De ontwikkeling van zulke paprika's loopt dus dood. Dan denk je, kan Syngenta dit zomaar doen? Hoe zit dat dan met ons kwekersrecht? Maar dan zijn we aangekomen bij het slechte nieuws voor deze jongens. Want afgelopen woensdag heeft het Europees Octrooibureau officieel besloten dat het toegestaan is om groenten te patenteren. En dan zeggen jullie, dat wist ik helemaal niet. Dat klopt, want dit is een... Zondag met Lubach scoop. Oké, er was één klein mini-berichtje in de krant. Dus niet echt een scoop. Maar goed, wij zijn wel het eerste comedyprogramma dat het brengt. Dus het is een... Zondag met Lubach comedy scoop. Precies, ja. Ja, woe! Hoe dan ook, dat paprika-patent van Syngenta, dat mag vanaf nu dus gewoon. Waar gaat dit heen? Nou, dat zal ik jullie vertellen. We zijn keihard op weg naar het land waar ze hun eigen moeder nog zouden patenteren om haar een rekening te sturen als ze langs een spiegel loopt. Amerika. In Amerika zijn groentepatenten al heel lang de norm. De koning van het Amerikaanse systeem heet Monsanto.
Wat is Monsanto, behalve dan die ene heel romantische CD van Glenn Medeiros? De meeste mensen kennen het van onkruidverdelger Roundup. Oudere kijkers kennen het als de producent van Agent Orange. Gif dat in de Vietnamoorlog werd gebruikt om bomen te ontbladeren, zodat Amerika de Vietcong beter uit de bomen kon schieten. Maar Monsanto doet meer. Het Amerikaanse Monsanto produceert landbouwgif, maar is tegelijk het grootste zaadbedrijf dat er bestaat. Dat klopt. Het is echt een enorm zaadbedrijf. Ze claimen in Amerika de ene groente naar de andere. Ze hebben al duizenden patenten en drukken kleine kwekers uit de markt. Dit is trouwens eventjes hun oude logo, want bij Monsanto snapten ze op een gegeven moment ook, dit is niet echt lekker voor ons imago, dus werd het tijd voor een make-over. En het logo is nu... Ah, wat lief, een groen blaadje. Wat een fijn bedrijf. En als je naar de site van Monsanto gaat, dan zie je dit. Een soort zorgboerderij, wereldwinkel, scouting, boerzoekvrouw, ervaringserlevenis. Even tussendoor, dat logo pimpen. Zou dat eigenlijk met alles werken? Even kijken hoor, dit is hier. Hier, Nazi Duitsland. Kijk, ja. En hier, na de opfrisbeurt door het reclamebureau van Monsanto. Ah. Wat een lieve baby arendjes. Monsanto probeert al een tijdje om hun Amerikaanse praktijken ook in Europa toe te passen. Zo patenteerden ze onlangs broccoli met een hele lange steel. Dan kun je dat heel makkelijk oogsten. Terwijl die al eerder was uitgevonden door een Nederlandse kweker. Dus u heeft exact eigenlijk diezelfde eigenschappen als Monsanto? Ja, en dat heb ik dus al 4 jaar. Maar we worden gewoon nu overruled door dat octrooi. Vosselman stopt nu noodgedwongen met de veredeling van deze broccoli. Oké, uit onderzoek van Zondag met Lubach blijkt trouwens wie echt de eerste was met broccoli met een lange steel. Daar is elke dag keihard bewijs van op te zien op tv. Maar ze hebben daar nooit patent op aangevraagd. Slordig Pino. Motherfucker. Sinds deze week dus staat de patentpoort wagenwijd open voor de paprika's van Syngenta, de broccoli van Monsanto. En dat brengt ons bij de tomaat van Ben Tax, van ons Nederlandse zaadbedrijf Rijkswaan. Die is fan van het kwekersrecht en tegen patenten op groenten. Kijk maar, hier staat op de website van Rijkswaan: vrije beschikbaarheid, gebruik en exploitatie van zaden zouden op geen enkele manier geblokkeerd mogen worden door patentrechten. Precies, Ben, maar laten we eens kijken naar de top 3 van bedrijven die al patenten hebben aangevraagd in Europa. Op 1, Monsanto, tuurlijk, logisch. Tweede plek, Syngenta. En op 3, Rijkswaan. 28 patentaanvragen. Ook gij bent tax! Gaat iemand ontslagen worden voor dit? Dus zelfs onze eigen zaadkoning, groot geworden dankzij het kwekersrecht, wordt door de grote jongens op slechte patentenpad gebracht. En net als je dacht dat het niet erger kon, staat er ook nog eens een oude vijand op ons te wachten. TTIP! Jij hier? Misschien heb je het 2 weken geleden wel gezien, hè? Dat was dat gigantische handelsverdrag met de Verenigde Staten dat grote gevolgen heeft voor Europa. Dat was... What the fuck? TTIP. Doe normaal. TTIP. Die kappen. Monsanto en andere grote zaadbedrijven zijn een groot voorstander van TTIP. Omdat ze daarmee... Stop. Omdat ze daarmee vrij spel hopen te krijgen op de Europese markt. Alle groentes die als groentes gepatenteerd mogen worden, houdt de ontwikkeling op. Omdat bedrijven elkaars paprika niet meer kunnen gebruiken om betere paprika's te maken. De kleine telers worden opgekocht, waardoor er nog minder paprika's overblijven. Net zo lang, dames en heren, tot er van elke soort, hè, elke soort is er nog maar 1 over. En dat moeten we dus niet hebben. Oh, wacht, er ligt nog een beatje. Oké, dan drop ik nu de beat. Dankjewel.